Ja, ik blijf het prachtig vinden. Om te zien hoe Van Gerwe in ieder geval ook laat weten tegen zijn tegenstanders van ja, je moet wel wat gooien hoor, tegen mij. Ja, zo onbevangen. En die eerste dart, het lijkt alsof hij iedere keer in de triple 20 belandt. En dan komt hij in een soort roes terecht. Ja, en daar wil je hem natuurlijk niet in hebben. Want dat een aantal spelers inmiddels mogen ondervinden. Atkins en Colin Lloyd. Dan is die moeilijk te verslaan van Gerwe. 100. Johnny Nijs. Een van de jongere Nederlandse darters. Jongen, jongen, jongen. 177. En er zitten weer wat mensen te fluiten in de zaal. En dat gaat niet heel lang meer duren voordat de scheidsrechter daar wat van gaat zeggen. En dan kun je je klokje op gelijk zetten zo'n beetje. 59. Geen finish voor Adams. Maar niet al te eenvoudig, hè, voor Van Gerwe. Wel weer vakkundig weggezet door Adams. Maar goed, het is een finish 125 voor Van Gerwe. Boel beginnen. Bullseye, dus enkele boel nu. Voor weer een bullseye. Ja, even kalm. Dat zou hem zijn, zeg. Kan je alleen maar om lachen. Dan moet je toch ook zo gigantisch veel respect voor hebben. Hé, die Van Gerwe die gaat gewoon door. Dus ik snap dat er niks aan de hand is. Ik zag dan wel de eerste eruit vallen, maar fantastisch zeg. Ja, die Adams. Het is een ervaren man, hè. Ja, kijk eens naar die gemiddelde. Ongelooflijk. Allebei. Adams, 114-7. En dan sta je 2-1 achter. Van Gerwe, ook 110 dik. Dit wordt een aardig partijtje pieltjes gooien. Maar Van Gerwe die dus zo even Martin Adams brak. Heeft nu een probleem. Easy 3. Adams zet hem weg. 123. Van Gerwe kan slechts wat druk opvoeren. Nou ja, wat? Dit is wat. Kijk hoe Adams daarmee omgaat. 18 en tops. Om terug te breken en er 2-2 van te maken. En dus komt die 180 van zo even goed uit. Triple 20 voor dubbel 19. Triple 18 en dubbel 12 volgens de 20 blijven. Ja, daar zag het al een beetje naar uit. Maar hij mist de triple. En dan mag Adams terugkomen. We hebben al twee keer gemist op tops. En dan af en toe komt het niet. Nog een keer. En dus breekt Adams van Gerwe terug. En staat op 2-2. Ja, Michael van Gerwe is natuurlijk de jongste deelnemer aan de IDL dit jaar. 25 april jongstleden werd hij 17 jaar. Dat is dus erg jong. 100.
Het verschil met zijn tegenstander is nogal wat. Want Adams de oudste aan dit toernooi wordt op 4 juni aanstaande 50. Is dit zeg. Adams 121 naar 9 darts. En dat is een beetje de standaard voor deze partij. 20 gegooid, triple 17 en bullseye. Ja, moet bijna zou je zeggen. Bullseye Adams. Ja, laten we eerlijk zijn. Het is natuurlijk fantastisch om te zien wat Van Gerwen doet. Maar Adams die staat hier echt een superpot af te leveren. Maar daar wordt hij ook toe gedwongen. En dan is die partij tegen Tony Eccles dan toch een uitzondering geweest. Ja, ook Adams wil van geen wijken weten. Schitterend, hè? Ook dat doet hem eigenlijk niet. Het is natuurlijk wel pech, want hij komt op een heel slecht moment, die bouncer. Ja, midden op de kram. Kan Adams daarvan profiteren? Moet hij wel een triple gooien? 9 doods op 121, dat was de standaard. Dat blijft de standaard. Triple 20 zit er alweer in. Triple 19 en dubbel 12. Dubbel 12, 141. Jongens. Fantastisch, hè?